2030 met schaamte terugkijken op deze periode van de bierindustrie. Zoals we nu terugkijken op het slavernijverleden. Bijna alle wereldproblemen die te maken hebben met de SDG's die we moeten gaan halen, eigenlijk terug te herleiden zijn naar de drang van de economie om te groeien. En dat is dus minder voedsel verspillen en minder gas gebruiken. Deze heeft mijn voorkeur, maar ze zijn allemaal relevant. Ik denk dat steeds meer ondernemers, en dat zie je ook aan de jonge start-ups, steeds meer beseffen dat zij meer willen terugdoen voor de omgeving waarin zij leven. 15 vaders gingen we hier vanuit de moskee, gingen we de wijk in, jongeren aanspreken. Ik vind dat de Global Goals, de agenda voor de toekomst, in de dagelijkse praktijk een nog grotere plek zou moeten krijgen.